Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Vandaag zijn we hier aanwezig conform de GLIS-wet. Wet grondregistratie en landinformatiesysteem voor de beëdiging van Naomi Jozafat als landmeter. Het is mij genoegen vandaag hier te staan, want de laatste beëdiging heeft weer plaatsgevonden in 2018. Ook wordt vandaag, ja, en dit benadrukken we, ook wordt vandaag de derde vrouwelijke landmeter beëdigd. Voor de totale Surinaamse samenleving is dit een mijlpaal om trots op te zijn. Maar zeker zijn we trots als Surinaamse samenleving, maar ook in het bijzonder naar de binnenlandse gemeenschap, dat het de eerste vrouwelijke Maron landmeter is. Een landmeter heeft in het gronduitgifteproces een heel bijzondere taak, namelijk het opmeten van percelen en het vervaardigen van figuratieve kaarten. Naomi Jozafat, vandaag krijg ik de verantwoordelijkheid om als beëdigde landmeter de grondrechtelijke status van een perceel op het domeinkantoor en de MIGLIS nauwkeurig vast te stellen. Vandaag krijg ik de taak om kwaliteitswerk op basis van zorgvuldigheid te leveren en ook om burgers van ons geliefde land Suriname bij te staan. Veel burgers hebben hulp nodig met hun grondvraagstukken en zij worden ook geconfronteerd met wachttijden voor perceel-ID's, maar meer nog de bureaucratie. Deze burgers wenden zich in de eerste instantie tot landmeters, op wie op grond van de GLIS-wet een verantwoordelijkheid is gelegd op het gebied van toezicht, controle en controle. En nu kunnen zij zich ook tot u wenden. Dat is uw taak. De gemeenschap wordt ook geconfronteerd met landmeters die helaas ja nog misleidend bezig zijn. En dat kunnen wij als regering niet accepteren. Daarom worden dergelijke klachten reeds in behandeling genomen door het TUG-college, dat op zeer korte termijn gereactiveerd zal worden. Dit TUG-college zal moeten zorgen voor de waarborging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de landmeter. Naomi Jozafat, met de beëdiging tot landmeter verbindt u zich aan de primaire eisen die aan uw functie verbonden zijn. De eisen vertalen zich in wiskunde, ruimtelijke inzicht, goed in details, communicatief sterk, zelfstandig kunnen werken, besluitvaardigheid, kwaliteit en precisiewerk. De betekenis van de beëdiging is naast het aangaan van deze formele verbintenis ook het uitspreken van integriteit en betrouwbaarheid in ondergeschiktheid aan het wettelijk en bevoegd gezag. Mevrouw Jozafat, ik feliciteer u namens de regering als de nieuwe landmeter, als derde vrouwelijke landmeter. En ik wens u veel succes toe in het uitoefenen van uw functie. Mogen de Allerhoogste u bijstaan in deze voortreffelijke, maar ook zware taak die vanaf dit moment op uw schouders rust. Nogmaals aan ieder gefeliciteerd. God bless you. Thank you. Dank u wel. So, de samenleving mag zeker van mij verwachten dat ik mijn beroep zal doen om hun te dienen. In, naar eer en geweten, omdat ik weet dat het een heel bijzonder beroep is. Waarbij er veel vraagstukken zijn die beantwoord moeten worden. En mensen zijn eigenlijk zoekend naar hulp om te weten hoe ze eigenlijk hun grondzaken moeten doen. Dus ik ben hun dienstbaar vanaf dit moment. De president heeft aangehaald dat het de derde vrouwelijke landmeter is. Wat zegt u aan andere vrouwen die ook een droom of een wens hebben om ook een landmeter te worden? Zo, die vrouw wil ik natuurlijk bemoedigen dat ze hun droom moeten volgen. Dat ze zich natuurlijk moeten inzetten, want je kan dromen als je inzet, dan ben je ook niet zo ver. En dat je
zeker ook beroepen kunt doen wat andere genders kunnen doen. Want ik heb bijvoorbeeld collega's gehad die afgezwaaid zijn omdat men zei van ja, dat moet je niet doen, dat is voor de man. Dus in deze tijd dat we leven, zeg ik, iedereen kan het doen. De president heeft aangehaald dat er ook landmeters zijn die soms minder goed hun werk doen. Wat zegt u daarop? Kijk, in elk beroep hoor, is dat er zijn mensen maken fouten, maar het moet niet zo zijn dat je de eed aflegt of de belofte aflegt en keer op keer daarin terugvalt. Dus zoals wij nu als Surinamers het land willen opbouwen, is het natuurlijk nodig dat iedereen zichzelf gaat onderzoeken en iedereen zijn steentje bij gaat dragen. Op welke manier dan ook. Iedereen kan een fout maken, maar het moet geen traditie zijn of een gewoonte dat men in de fout treedt.